So you like the DeVille? Oh, forget about it. Yeah, I got the Fleetwood bomb. Is that right? Yeah. With the Bellure? Forget about it. Yeah. Gaat die aan? Gaat die wel aan? 1, 2, 3. Caddyshacks in goud en in blauw. Nou, blauw. Ja, blauw. Wat? Nog één keer, je bent een doos, een kwartel. We hebben vandaag niet één, maar twee Cadillacs. Groepen de wielers. Groepen de wielers. Cadillacs. Twee Cadillacs. Groepen de wielers. Cadillacs zijn natuurlijk van huis uit super comfortabel, maar het is ook, ja, het is de topklasse van GM. Dames en heren, ladies and gentle people, daar zijn we weer, Automagic. En deze keer zijn we op pad met een 19, goedemiddag, met een 1970 Cadillac Coupe. Raam die geesten. Coupe de wiel, wat moet ik? Raampje dicht. Raampje dicht. Wat ik aan het vertellen was, is dat je als normale, ja, weet je, als je een normaal werkende man en je moest heel hard voor je centjes werken, of je nou in de fabriek werkte, of vuilnisman, of whatever, kapper, schoonmaker, kon je natuurlijk never nooit een Cadillac betalen. Dat was echt wel een beetje voor de heren. Dus je was directeur van het bedrijf, je was gearriveerd als jij een Cadillac kon kopen, ja. Nu zijn we inmiddels natuurlijk 100 jaar verder. Dus in principe is zo'n Cadillac uit 1970 is voor iedereen betaalbaar. Het leuke is, het is eigenlijk onverwoestbaar. Onderhoud is zeer relatief. Het is allemaal super betaalbaar. Weet je, als je, ik zeg altijd, als je met je nieuwe Nissan Micra bij de Nissan dealer terechtkomt, kost een dynamo kost waarschijnlijk €360. En als je dat met je Cadillac doet, betaal je 18'tjes. Algemeen, als je zoiets als dit koopt, koop je natuurlijk een stukje speelgoed. Daar wil je van genieten, daar wil je zoveel mogelijk lol mee hebben. Ultieme gevoel van vrijheid, ik heb dat nog steeds. Ik ben net een kleine jongen, ben nog net zo enthousiast als vroeger. En je zit, nou ja, heel eerlijk, in mijn bankstel thuis zit ik niet zo lekker. En dit zweeft over de weg. Ik bedoel, je stapt in en je gaat lekker naar Zuid-Frankrijk. Nou moet je dan wel wat te doen hebben in Zuid-Frankrijk. Dit is dus een Cadillac Coupe de Ville uit 1970 en dit heeft dan een 472 Big Block. Ja, het is vol luxe, je bank is elektrisch verstelbaar, je stuurkolom, kijk eens wat voordoen, trek je naar je toe, dat heet dan telescopic wheel, je kan hem in hoogte verstellen zo. Je hebt elektrische ramen, original paint, dus voor het allergrootste gedeelte gewoon de eerste lak nog. Leerinterieur, vloerbedekking, hemel, glaswerk, ramen is allemaal zeer mooi, chroom is allemaal zeer mooi. Nou ja, goed, dat is dus deze 1970 Cadillac, daar heb ik dan al vrij veel over verteld. Het is eigenlijk heel simpel, kom gewoon een keer kijken. Weet je, een echte auto bewijst zichzelf, daar heb je mij nog ineens voor nodig. Zie je gauw genoeg. Dan hebben we nog een Coupe de Ville, maar dan 4 jaar ouder, uit 1966. Dat is een auto die is eigenlijk ja, volledig gedaan. Dus dat noemen we dan freshly restored. Dat betekent, ja, ik vind het zelf een enorm mooie kleur, maar nieuw in de lak. Volledig leerinterieur, banden nieuw, remmerij gedaan, de motor loopt super mooi, het chroomwerk is allemaal gedaan. Ook een fenomenaal mooie auto.
20 cubic inch, ook nog steeds veel vermogen. Praat je over 330 pk. Zweeft net zoals dit over de weg, ook automatische transmissie, schakelt ook super smooth. Dus dat is net zo goed als dit, ook een rijdend bankstel. Super comfortabel geveerd. Shockbrekers, 4 stuks. Luchtgeveerde banden. Wat ook een hele leuke bijkomstigheid is, en daar kopen de meeste mensen het niet voor, dat snap ik ook. Maar het is toch wel heel fijn om te weten, is op het moment dat je zo'n mooie auto aanschaft, is dat eigenlijk een rijdende bankrekening. Als je hem over 3, 4, 5, 10 jaar nog hebt, is die alleen maar meer geld waard geworden. Het wordt alleen maar zeldzamer. Dus het is niet zo als met welke willekeurige andere auto. Of je een nieuw uit de showroom halen, kost je sowieso een hoop geld. Je rijdt de showroom uit, je bent een hoop geld kwijt. Dat hoor ik natuurlijk heel veel. Het is natuurlijk mijn vak, dus ik rijd het gewoon elke dag. Dan zeggen we, ja, meneer, het is wel echt heel erg gek, maar dat is natuurlijk hartstikke duur. Ja, tegenovergestelde is waar. Het is helemaal niet duur. Als je alles door gaat rekenen, is het eigenlijk spectaculair goedkoop. Nou ja, goed, de meeste mensen, de meeste klanten zijn natuurlijk over het algemeen wel iets bekend met klassieke auto's. Dat zijn vaak mensen die weer terugkomen. Maar goed, ja, je houdt natuurlijk altijd die koper die zegt, ja, weet je, ik denk er al 10 jaar over na. Of ik loop er al 20 jaar mee in mijn hoofd. Maar ik vind het toch eng. Dan is het natuurlijk ook niet aan mij om iemand over te halen. Ja, je moet iemand niet overhalen, maar je kan hem wel die informatie meegeven. Het is zo ontiegelijk leuk om klassiek te rijden. En het heeft gewoon enorme charme. En het is echt niet zo dat je inlevert op rijcomfort. En we zijn gewoon aan het rondtoeren. Ik hoef bij wijze van spreken nog eens op te letten wat ik kan doen. En de auto doet eigenlijk alles relatief vanzelf. Zo rustgevend. Al de stress glijdt van me af. Er komt zoveel extra leuks bij zo'n auto. Wat je van tevoren misschien helemaal niet ingeschat had. Iedereen is op elk moment altijd uitgenodigd bij ons op de zaak. En ook als jij helemaal niet bekend bent met klassieke Amerikaanse auto's, maar wel zoiets hebt, ja, ik vind het hartstikke leuk, ik wil het gewoon een keer zien, ook prima. Het is helemaal niet een auto te kopen. Kom gewoon een keer langs, doe een keer een bakje. Misschien zeg je, joh, ik heb wat vragen, ik loop daar toch over na te denken. Altijd welkom. Elke auto, elk bouwjaar, elk type heeft zijn voor en zijn tegens. Dat is met nieuwerwetse auto's zo. En dat is ook met oldtimers en klassiekers zo. En dan krijg je gewoon eerlijk advies. Dus, bij deze, ik zou zeggen, kom een keer langs, kom een keer kijken, kom een keer zitten, kom een keer rijden, kom een bakje doen, altijd gezellig. Toedeloe! Being down when I wander around, this little black cloud skipper walking around with me. With me. West town when I wanna be high, they can know me outside by the way for a smile, let me free. Take my time for me.